Frankrijk is wereldkampioen. Ze zijn uitzinnig van vreugde. Maar ook de nummer 2 en 3, Kroatië en België zijn blij. Zij hadden niet gedacht zo ver te komen. Maar wat heb je nou aan zo'n wereldtitel, of het zilver of het brons? Omdat wij rtlz zijn, kijken we naar de centen. Het voetbalsucces heeft dat effect op de economie. Wij doken erin. De Fransen zijn blij, opgetogen. En dat is goed voor het consumentenvertrouwen. Laten we even in de historie kijken. In 1998 Werden de Fransen voor het eerst wereldkampioen? Consumentenvertrouwen stijgt. In 2002 liggen ze er in de eerste ronde uit. Vertrouwen daalt. In 2006, Frankrijk verliest de finale. In 2010 weer in de eerste ronde eruit. Vertrouwen daalt. En in 2014, Frankrijk bereikt de kwartfinale, maar wordt uitgeschakeld. Vertrouwen daalt. Metingen na de finale van gisteren zijn er natuurlijk nog niet, maar u raadt al wel wat daar gaat verschijnen. Optimisme dus. Maar leidt dat tot economische groei? Nou, eigenlijk niet of nauwelijks. Hooguit 0,1% extra economische groei. Ja, er worden meer televisies verkocht, kroegbezoek, bierconsumptie nemen wat toe. Maar er gaan ook weer minder mensen op wedstrijdavonden uit eten, naar een concert, naar een winkel. En als er een wedstrijd overdag is, daalt de arbeidsproductiviteit dramatisch. Om maar weer even terug te kijken, in 1998, toen dat consumentenvertrouwen zo steeg, was er eigenlijk geen effect zichtbaar in de economische groei. Eigenlijk is het dus heel moeilijk aan te geven of een land wel of niet profiteert van WK-succes. Maar blij zijn ze, die Fransen. Maar ja, waar je echt wat aan hebt, is het voorspellen wie de wereldkampioen wordt. Dan kun je tenminste goed inkopen of bij de boekmakers goede zaken doen. Even los van helderziende of allerlei dieren die wel of niet in hokjes lopen, springen of zwemmen. Je kunt kijken naar de waarde van de spelers. De Franse selectie had als enige van de deelnemende landen een waarde van meer dan 1 miljard euro. Dat bleek dus een goede indicator. De prijs voor de beste voorspeller gaat echter naar videospelletjesfabrikant EA Sports. Voor de derde keer op rij wisten ze de juiste wereldkampioen aan te wijzen: Spanje in 2010, Duitsland in 2014 en nu dus Frankrijk. En dat doen ze door alle spelers van de deelnemende teams in hun spel FIFA te verwerken en dan te kijken naar de prestaties van het team in het spel. En zo blijft voetbal toch een spelletje.